Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar Pauzehap TV. Vanaf vandaag zien jullie 5 dagen lang iedere dag een nieuwe aflevering over de Pauzehap. Hey, goedemorgen Ruben, dat is een goede vraag. Waarom eten wij aan Pauzehap? Kijk, als wij dat niet zouden doen, dan zien we eruit zoals mijn grote vriend hier. Nee. Zeg, vriend, wil je ook een hapje? Dank u wel, professor Dr. Pieter Zacharias Hap, voor uw duidelijke uitleg. Wat zeg je? Oh, ja. Ja, natuurlijk. Ik ken de schijf van binnen en van buiten. Kijk, de schijf heeft namelijk 1, 2, 3, 4, 5 punten. En hoe groter de punt, hoe meer je dagelijks uit zo'n punt kiest. Kijk, een Pauzehap is geen hele maaltijd zoals de lunch of je avondeten, maar is een petit tussendoortje. Waarvoor mag jij je beste vriend midden in de nacht wakker maken? Nou, weet je dat van elkaar? Ja. En dan nu waar iedereen op wacht. Welkom op mijn expositie op deze lavendelkleurige dag. Ik eet nooit gewoon een appel of banaan als pauzehap. Is wel lekker hoor, maar net iets te saai voor zo'n creatief wezen als ik. Let op. Mijn absolute favoriet. Een stukje zalmroze zalm op een knapperig, volkoren toosje. Mooi. Fini. Ik zou zeggen, eet smakelijk en tot morgen. Hoi.